Ja, wat een vakwerk, wat mooi. We hadden net hier een setje aan tafel en er komt gewoon een volgend setje. Freek en Hella, de jongen. Welkom. Dankjewel. Cabaretier, kunstenares, schrijver ook. Een mooi boek heb je geschreven, documentaire ook gemaakt. Jij hebt je hele oeuvre online gezet. Wij. Jullie, samen. Wat een werk. Ja, dat is... Heb jij het gedaan? Zeker. Dankzij de corona trouwens. Ja, dat dacht ik al. Want dat was natuurlijk mijn vraag. Daar had je tijd voor. Nou, dit had ik niet verwacht. Maar... Nou, er zat al heel veel in een apparaat. We hebben altijd alles keurig opgenomen en vrij snel gedigitaliseerd. En bijgehouden, maar ja, je moet eens in de 6 of 10 jaar moet je opnieuw digitaliseren. Nou nee, in 2000 werd er nog niet gedigitaliseerd. Dus het is eigenlijk van de laatste jaren dat je alles digitaal hebt. Hoe wordt er gekeken? Weten jullie dat? Kijken 2000 mensen per dag naar. 2000. Ja. En is dat iets waar jullie tevreden over zijn? Dik tevreden. Zijn dat unieke bezoekers of zijn dat fans die elke dag weer terugkomen? Dat weet ik niet. Maar goed, dit is... Nou, dat is niet waar het om ging, toch? Dit is klaar. Nee, waar ging het om? Nou, gewoon om dit mooi naar buiten te brengen en dat je dus alles archiveert en dat je dus laat zien hoe, en daar gaat het dan over de kunst, hoe je dus in de loop der jaren, in 40 jaar, gewoon verandert als mens. Ja. En dat, ja, ik vind het geweldig. Dit is voor de eeuwigheid, daar hebben we verder niks meer over te zeggen. Ja. Want als je terugkijkt op 40 jaar, hè, dat is natuurlijk heel mooi gezegd, hoe je verandert. Kun je daar woorden aan geven? Hoe ben je veranderd? Nou, ik kijk dan wel vooral naar hem, maar natuurlijk ook wel ook naar de... Naar de dingen die ik dan zelf heb gemaakt. Maar ja, dat is heel interessant. Dat is fantastisch om te zien, ja. Er zit een hele constante in en er zit een enorme variatie in. En noem eens iets wat er heel erg veranderd is. Ik denk de bewegelijkheid, de abruptheid, de snelheid, de absurditeit... Dat zijn dingen die wel veranderd zijn. Namelijk? Op wat voor manier? Nou ja, het is een duidelijker gestructureerde verhaal geworden... wat iets rustiger verteld wordt. Ja. Ja. Weet je wat ook interessant is trouwens in dit geheel? Want het zijn dus, we hebben een playlist gemaakt van allerlei onderwerpen. Eén van de onderwerpen is actie. En nou, daar heb ik me heel erg voor ingezet. Want je kan dus gewoon zien dat Freek eigenlijk in die actie... al zo ontzettend lang bezig is, hè? En kwam ik dus dat Zuid-Afrika tegen, Radio Freedom. Ja, dit is gewoon meesterlijk. Samen zijn. En dan staat dat hele podium vol. En dat maakte mij wel heel emotioneel toen ik daarnaar keek. En het zien in het nu. Het is zo grappig als ik naar jou kijk. De mildheid waarmee je naar je vrouw kijkt. Het genieten van wat zij zegt over jouw werk. Nou ja, ik mag zelf natuurlijk niks over mijn werk zeggen. Dat is in ons land niet toegestaan. Wat zei je? Jij mag het niet, dus je bent heel blij dat zij het zegt. Ja, ik ben dolblij dat zij zo'n goede, groot fan van mij is. Hè? Want dat had ook het andere kant kunnen zijn. Nee, zij bewondert mij zeer. Ja. En dat is wederzijds. Waarin bewonder je je vrouw? Nou ja, in heel veel dingen die de mensen en ik aangaan. Maar ook in haar... Maar ook in haar vasthoudendheid om sowieso zo'n project, om dat door te zetten. En, Want zij was de leading lady in dit hele verhaal. Om elkaar, nou ja, zij had het overzicht. Ja. En jij, wat bewonder jij in Freek? Los van dat hij een goede cabaretier is. Nee, ik vind het een geweldige man. Ja? Ja. Wat is er zo leuk aan Freek gewoon thuis aan de keukentafel? Alles. Ja? Maar vooral de kunst, want daar zijn we hier voor. Ja, ja. Ja, want dat vroeg ik me af. Het is coronatijd. Jullie leven, jullie ademen kunst. Wat doet deze tijd, behalve dan dat je dus ook tijd hebt om projecten te starten? Hebben jullie het veel over corona, schuimstreep, de kunst? Nee. Wat ik eigenlijk, en dat vind ik ook wel belangrijk in het kader van deze actie, wil zeggen over wat cultuur nou precies is. Ja. Cultuur is natuurlijk niet grijpbaar. Cultuur is de manier waarop een samenleving leefbaar wordt. En waarop die geleefd kan worden. Dat is door middel van cultuur. En dat gebeurt ongemerkt. Wij hebben ons gedurende deze 10 weken inmiddels, of 12, hebben we ons keurig gedragen. Mm-hmm. Er is gisteren een klein budgetje ingekomen, maar... En de beheersing die wij getoond hebben... Wij met z'n allen dus, bedoel je? De samenleving, ja.
De discipline die we getoond hebben, die komt voort uit onze cultuur. Mm-hmm. Dus de cultuur maakt dat we ons zo gedragen. En die cultuur die wordt dus dagelijks moet die gevoed worden. Die is dagelijks, er zijn dagelijks mensen mee bezig om daar nieuwe grenzen voor aan te geven. Om daar een nieuwe wending aan te geven. Om te inspireren. Om dat bed, wat een cultuur dan eigenlijk is, om dat slaapbaar te maken. Dan weer een donze dekbedje erop, een nieuw matras. Dus dat is wat cultuur is. En dat is eigenlijk iets heel erg ongemerkt. Mensen begrijpen wel dat als je een koe melkt en je hebt melk en dat moet of dat is duidelijk. Maar dat je als je een lied zingt of als je een toneelstuk opvoert, een schilderij maakt, dat is allemaal van belang voor de algemene sfeer die een samenleving kenmerkt. Ja. En jullie zijn hier omdat jullie het ondersteunen. Wat ik nog wel aan toe wil voegen is, in deze periode zijn dus hele mooie projecten niet doorgegaan. Ja. En het verlengstuk nog eigenlijk is de educatie. Ja. Dat de kinderen dus gevoed moeten worden met cultuur. Ja. En al die prachtige projecten, er was dus een project bij het Nationaal Toneel. Nationale Opera. En dat zou een opera zijn. Daar zijn ze 3 jaar mee bezig geweest. Kinderen, 60 koren. En dat is in 1 klap weg. En de noodzaak van met elkaar zingen. De noodzaak om... het zijn kinderen uit moeilijke wijken. En de noodzaak om dus mensen op te lichten en vrolijk te maken. Op te lichten? Ja, op te lichten. Op te tillen. Op te tillen, ja. Op lichten, dat is weer iets. Nee, maar we begrijpen het helemaal. Want jullie hebben zelfs een stichting daarvoor in het leven geroepen. Ja, en al die projecten die zijn dus gewoon gekild. En nu 17 juni, leerorkest, een belangrijk onderwerp. Muziek in de klas is gewoon weg. En dat moet terug. Als jij teruggaat naar hele kleine Hella en jij naar de hele kleine Freek, weet je nog het moment dat je geraakt werd door... Ik ben een kind vanuit de kunst. Ja. Dus ik zat al op mijn derde al onder de tafel, terwijl mijn vader dus mijn moeder voorlas. Dus ja, ik ben al mijn hele leven gewoon... Er gaan noten door je aderen, zullen maar zeggen. Ja, op mijn 8e speelde ik viool. Een zoon van een dominee. Ja. We nemen niet kwalijk, onze cultuur is voor een ongelooflijk groot deel gevormd door de Bijbel. En door de godsdienst. En daar zijn we ook allemaal kinderen van. Denk jij dat dit vandaag, dat de alle roep om hulp ook van de manier, dat iets gaat? Ik bedoel, jij hebt ervaringen in Groningen, want je bent nogal van het actievoeren. Ja, nou ja, gaat het helpen? De stem is gehoord. Ik ben ook wel bezig geweest om te kijken wat kunnen we gaan doen. Ik denk dat het ook, als het straks allemaal weer een beetje op gang komt, dat het mooi zou zijn van gevestigde artiesten, populair en ook klassiek, om samen te komen tot een pool dat je zegt van ik stel per jaar 10 avonden beschikbaar waarin ik optreed voor niks. En als we met elkaar, dat hoeft nu nog niet, want je mag nu nog niet meer dan 20 mensen hebben, maar straks als die zalen weer wat voller kunnen, dat je zegt nou ik geef de rest van mijn leven, maar ik kom gewoon gratis optreden. Ja, en dan kan het theater wel gewoon toegang, dus die krijgen natuurlijk meer geld. Natuurlijk, dan is het voordeel is ervan dat het theater meteen het geld krijgt. Hè? Dat je niet naar een fonds gaat en dat fonds dan weer moet verdelen. Maar dan is gewoon optreden het theater. Ja. Maar je mag natuurlijk wel je eigen personeel betalen. Ja. En je neemt zelf niks. En heb jij dit idee, want je zegt dat moet natuurlijk met mensen die het kunnen leiden, om het maar even zo te zeggen. Ja, het zou mooi zijn als het internationaal was. Als de Rolling Stones zeggen, we geven gewoon 5 concerten over de hele wereld. Ja. Maar goed, als we even teruggaan naar het Nederlands. Ja. Wie heb je daar al met collega's contact over gehad? Nog niet dit project. Maar ik ben wel in gesprek met de VCSD. Maar ik wacht de het ook VCSD? Allemaal. Ja, dat zijn de schouwburgdirecteuren. Okay. Het is zo dat er eigenlijk op dit moment, en dat is het pijnlijke, moet je nog geen geld geven, want het is op dit moment een bodemloze put. Er moet eerst een plan komen, want anders gooi je maar ergens geld in en dat verdwijnt op slag. Want ja, het is onwaarschijnlijk hoeveel geld er verloren gaat en nodig zal zijn. Dat hoorde ik Johanna ter Stegen overigens ook vol vuur betogen, hè? Dat er een plan moet komen, ja, een reddingsplan. Eerst een plan. Want wat zou jij willen zeggen? Pak de camera. Nou, wat wil jij zeggen? Nee, dat is iets anders. Maar wat zou jij willen zeggen tegen mevrouw van Engelshoven? Of denk jij, nee, maar we moeten niet alleen maar haar hebben, we moeten Rutte hebben. Wie wil jij aanspreken?
Nou, ja, ik wil de Nederlandse samenleving aanspreken. Okay. Realiseer je ongelooflijk goed hoe je afhankelijk bent van cultuur en wat cultuur, wat dat voor je betekent. En laten we cultuur niet het slachtoffer zijn van deze crisis. Dat zou stom zijn, want dan komen we elkaar op een hele... Maar kijk jij naar de burgers daarbij of ja. naar de politiek? Nee, ik kijk natuurlijk naar de burgers, want de burgers sturen de politiek aan. Er zijn in maart van het volgend jaar zijn de verkiezingen. En als je nu al simpelweg in de polls laat blijken dat... De partijen moeten zich natuurlijk profileren. Het grappige is dat ik helemaal me had ingesteld op een Freek die hier enorm betoog zou houden dat ze het niet goed deden, minister. Nee, dat is helemaal... Daar is helemaal geen tijd voor. We zitten nog midden in een... het is nog helemaal niet klaar. Nee. En we hebben gisteren gezien wat er gebeurt als we iets... Als we iets te driftig worden, dat kan nog niet. Nee. Dus het is nog helemaal geen tijd voor. Maar je kunt intussen wel plannen maken. Maar je weet dat de coronacrisis kan gewoon weer... Nou ja, eigenlijk nog oplaaien en nog jaren duren. Dus wanneer is het dan wel tijd? Wanneer? Nou, dat... Ik zou zeggen nu. Nou ja, je man zegt iets anders. Die zegt, we moeten nog even wachten. Ja, Hella denkt er anders aan. Geef ons nog 2 maanden. Nou ja, dat is dan heel privé. Maar ik heb het dus gekregen onder de leden. En ik heb daardoor 2 maanden nu... Daarom is dat YouTube-project ook zo goed geworden. Want ik kon niets anders dan achter de computer zitten en een beetje Zoom doen. Dus ik heb iets nieuws geleerd. Ik maak van de nood een deugd. Mm-hmm. Maar juist als je het gehad hebt. Ik bedoel, het is gewoon een ongelofelijke gore rotvirus. Maar ik vind wel dat de kinderen gewoon nu weer de ruimte moeten hebben. En dat je dus gewoon niet... Maar het zijn eigenlijk meerdere dingen. Hè? We hebben het project kinderen. We hebben, nee, maar ik bedoel, de kinderen zijn de belangrijkste. Die gaan die kunst, die moeten die kunst gaan ontwikkelen. Ja. Weer. Maar als je nu kijkt naar, hè, dat zijn jullie collega's. Die allemaal geen baan hebben. En die hebben wel een beetje een uitkering. Maar dat stelt niet zo heel veel voor. Nou, dat is en drama. Dat is drama. Ja. Dus... In groter verband, ik sprak net iemand... die gaat erover om de toppers te huisvesten in de arena. Groot feest, mei volgend jaar. Men zegt, dat wordt het nog niet. Dus dat is, hoe zou het bij jou, want jij hebt natuurlijk gewoon wat vet op de botten. Toch? Ja, nou. Ja. Nee, maar wat zou jouw houding zijn op het moment dat je echt gewoon denkt... ik ga gewoon niet rondkomen deze maand? Dan heb ik mijn AOW. Dat is meer speculatief. Want wij zijn natuurlijk al op een leeftijd gekomen. Een technicus van ons die is zonnepanelen gaan leggen. Ja. Zeg je daarmee, ze moeten gewoon... Nee, dat zeg ik helemaal niet. Ik zeg alleen dat je hebt je eigen verantwoordelijkheid. Dus op een zeker moment heb je van... Nou ja, ik heb geen inkomen meer. Ik ga een andere baan zoeken. Ja, dat is het. Dat is de keiharde werkelijkheid. Maar jij verwacht dus nu niet een enorme actie vanuit de politiek... Iedereen wacht af. Wij zijn geen deskundigen, wij zijn geen doktoren. Wij kunnen niet zeggen van we gaan met z'n allen naar de Dam... of we gaan met z'n allen naar de Arena of we gaan met z'n allen naar Carré. Dat kunnen wij niet zeggen. Dus we hebben ons te conformeren aan wat men van ons wil. Mm-hmm. Totdat er een moment komt... En dat is natuurlijk wel weer... En je had het plan van de mensen die het zich kunnen veroorloven... die moeten gewoon optreden voor niks. Ja. Waardoor die Schouwburg-directeur... Heb je ook nog een ander? Want dat is een hartstikke goed idee natuurlijk. Ik heb ook nog wel een keer een plan geopperd om te zeggen... er zijn ook een hele hoop mensen die niet direct hun AOW nodig hebben. En die zouden ook kunnen zeggen... die AOW maak ik over naar een culturele organisatie... Ik voel hier een actie die jij dan weer op touw zet. En dan, dit heeft hij al via Twitter al bekendgemaakt. En daar is hij op een hele lullige manier ongelooflijk afgeserveerd. Omdat mensen dan denken, ja, maar dan moet ik mijn AOW. Iedereen kan zich dat natuurlijk ook permitteren. Nee, het gaat om de mensen die dat zich wel kunnen permitteren. Ik zou, als het aan mij lag, zou ik zo die AOW weggeven. En ik bedoel, we hebben genoeg te eten. En hij bakt het brood. En met z'n tweeën. Maar jullie realiseren jullie bevoorrechte positie natuurlijk. Zeker. Ja, maar dat voelen we toch. Jij zei, ik wil eindigen met een stuk wat ik heb geschreven. Ja,
Dat, en, nou ja, maar dus, even over die AOW nog voordat je het geschreven hebt. Het is wel aardig. Ik vind het een goed plan. Je vindt het een goed plan en uiteraard alleen maar voor mensen die zich dat kunnen veroorloven. Mensen die gewoon ook nog een boterham kunnen eten zonder die AOW. Geef dat aan die mensen die dan in de kunst kunnen gaan. Dan hoeven ze geen zonnepanelen te leggen. Helder. Dit heb ik in 2005 geschreven. Ik mompel zacht haar naam. We zijn gescheiden. Ik ijsbeer door de kamer met de telefoon. Zij belt de hele dag. Ik was nog net op tijd, maar haar hielden ze tegen. En op de vraag waarom, zei iemand in uniform, omdat het niet meer mag. Ik zie een ambulance, hoor meerdere sirenes en in de verte het janken van een door de voorschriften gedoemde hond. Er vaart geen boot meer, er rijden geen treinen. Vliegtuigen staan doelloos als vastgevroren zwanen aan de grond. We zijn te ver gegaan, te ver, vooral te vlug. We zijn gevangen en we mogen niet vooruit. We willen niet opzij en we kunnen niet meer terug, verlangen. Ik sta voor het raam en kijk naar de kadavers, zwaai overdreven naar mijn boze buurman aan de overkant. De straat is leeg. De mensen zitten in hun huizen. Er waart al weken een besmettelijke ziekte door het land. We zijn te ver gegaan, te ver, vooral te vlug. We zijn gevangen. We mogen niet vooruit en we willen niet opzij en we kunnen niet meer terug. Verlangen. En hoewel het lente is, waaien de bladeren van de bomen. Er drijft een dode kip in de rivier. Was jij maar hier. Maar jij bent daar. En mag hier niet meer komen. We kunnen niet meer aan elkaar. We kunnen niet meer in elkaar. We kunnen niet meer op elkaar. We kunnen niet meer uit elkaar. We kunnen niet meer met elkaar. We kunnen niet meer tot elkaar. We kunnen niet meer van elkaar. We kunnen niet meer door elkaar. We kunnen nog slechts naar elkaar verlangen. Wauw, 2005. 2005. Een vooruitziende blik. Nou ja, dat is niet zo interessant, maar het gaat erom... Ik snap ja, het. Dat laatste, we kunnen niet meer naar elkaar. Nee, ik snap het. Mag ik jullie heel hartelijk danken. Hoeveel mensen ga ik bijschrijven? 20 voor ons. Ja, laten we dat maar doen. 20? We zitten bijna op 350.000, zie ik. Dank jullie wel voor jullie komst. En hier het ritueel, hè? Het ritueel. Ja. Zijn jullie dan types die bij elkaar gaan schrijven of los van elkaar? Nee, hè? Juist niet? Kletsgedoe. Wat zei je? Die nou, dicht bij elkaar of juist heel ver van elkaar? Oh, nee, jullie blijven toch een beetje in hetzelfde hoekje zien. Ja. Dank jullie wel. Yes.